Hallo mensen van R&A Gaming, vandaag hallo. Bij hallo. Een info-video. Oh shit. Want zoals jullie misschien weten of niet weten, we hebben 4 weken hebben we gewoon volop niet echt actief geüpload. We hebben echt, Jeroen heeft af en toe een aantal video's geüpload, maar dat waren... Ik heb trouwens ook een aantal video's geüpload, maar het waren zeg maar de video's die we over hadden, geloof ik. Ja, ja. Ook behalve die van V2Beast van jou. Ja, behalve die van V2Beast. Ja, die was nog, die was gewoon live. Maar wij willen het, hoe heet het, waarom wij zo inactief waren, was doordat nou ja, Björn en ik hadden examen en Jeroen had ook, tenminste hij moest ook leren voor zijn... En hij moest veel werken en zo. Veel werken en zo. En we dachten van, hey, laten we gewoon even een 4 weken vakantie nemen. Gewoon rustig gaan doen. Ja, even je zaakjes op orde brengen, zeg maar. Yup. Nou ja, en dat is allemaal al gebeurd nu. Dus wij zijn weer van plan om volop met YouTube bezig te zijn. En daarom gaan wij het... Maar we gaan het wel even iets anders aanpakken, zeg maar. Dus... Oeh. Ja. Oeh. Wij gaan niet elke dag meer uploaden. Wij gaan 3 dagen... uploaden in een week. Ja, inderdaad. En we moeten nog even kijken welke. Want jij had zondag. Ja, ik had sowieso de zondag voor V2Beast. Nou, dat kijken we nog allemaal. Ja, dat kijken we nog wel allemaal. Maar, het worden 3-4 dagen per week. Het worden 3-4 dagen ongeveer. Maar niet gewoon de volle 7 dagen in de week. Uploaden. Ja, dat werd ons te veel. Zeg ja, maar. Dat werd ons te veel. Maar. En ja, ik bedoel. Echt erbij, alles. Ja, precies. Maar goed, dus, dat leek ons het beste, zeg maar. En ik hoop dat jullie het ook wel waarderen. En ik ga even opstijgen. Wacht even. Oh shit. Spatie, oh my god, ik ga... Oh. Ik speel Kerbal Space Program. Voor de mensen die het vragen. Ik ben er nogal verslaafd aan. En ja, dat is ongeveer wel zo. We gaan natuurlijk verder met The Kingdom. Dat Jörn heeft al een heel cool verhaal geschreven. Die moet ik ook eigenlijk nog even lezen, doorlezen. Maar ja, Jeroen gaat verder met V2Beast. Yep. Ik hoorde dat... Ja, wie weet. Ja, ik hoorde dat een Skrillnauts 2 aankomt. Oeh. Dus die ga ik volop spelen dan. Sowieso. Wat verder nog? Ik weet niet wat voor serie Björn gaat doen. Nog Kirby of zo? Ik weet niet, we gaan het zien. Jullie gaan allemaal nieuwe shit zien. Ja, we gaan gewoon volop weer met YouTube verder. En het is het voordeel is nu, zeg maar, dat wij zo'n vakantie hebben. Omdat wij al examen gehad hebben en daarna ben je vrij. Daarom hebben wij nu gewoon best wel veel vrije tijd en kunnen we gewoon heel veel aan YouTube besteden. Dus dat is het mooiste. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Dus dit was het ongeveer wel. Ik weet niet of jij nog iets... Ik heb niks meer te melden, we gaan gewoon weer volop uploaden. Nee. En ja, sorry voor de inactiviteit deze tijd, maar ja, nou ja, gebeurt nou helemaal soms. Ja, we moesten even focussen op voor school en privézaakjes en bladibladibla. Maar oké, we zijn er weer. Ja, we zijn weer helemaal terug. We gaan weer helemaal volop uploaden. EGK gaat geboost worden. RNA gaat geboost worden. We gaan weer gewoon volop bezig met z'n drieën. Wat ik wel tof vond. En, De 4 weken die we inactief zijn. Zijn er wel heel veel abonnees ook nog gewoon bijgekomen. Dat is echt gewoon. Ja, klopt. Gewoon, dat het nog wel blijft. Dat ook gewoon nog mensen onze oude video's kijken. Dat is ook gewoon echt tof. Ja, klopt. Dat is ook echt heel erg gaaf. Gaaf. Ik zie ook gewoon af en toe, als ik in de inbox kijk, dan zie je gewoon nog best wel veel reacties op oude video's en zo. Klopt, ja. Het is erg leuk om te zien, jongens. Ja. Erg leuk om te zien. Shit, ik ben niet gaan te focussen op het vliegen. Maar ja, dit was het ongeveer wel. Dus, later! Later! Later!